kijkers van Tease Games, gegroet bezoekers van het internet. Deze keer eventjes een beetje een andere Kingdom video dan normaal, want ik ga nou gewoon een lekkere tour doen door Myrdania, hoe het er momenteel voor staat, want jullie zien het wel heel vaak in opnames en shit, maar deze keer ga ik het een beetje anders doen. Dit wordt niet eigenlijk de storyline, dit wordt een beetje dat jullie een beetje het idee krijgen van hoe Myrdania er op het moment uitziet. Laat ik maar gewoon hier beginnen, hier zijn de main farms. Ja, gewoon de farms, verder niks speciaals. Hier hebben we de gang naar de haven, naar het Middenmeer, zeg maar. En dan hebben we hier een beetje vernieuwd. Dit was allemaal eerst, ja, het was anders, dat weet ik wel. En dan hebben we hier onze soort van vuurtorens, die nou niet meer veel zin hebben. Want onze haven is uitgebreid. Ik heb hier een nice havenkraan gemaakt, tutorials. Ik vind het persoonlijk fucking vet. En dan hebben we hier de SS Myrdania. Hetzelfde schip heeft Rovnes ook, dacht ik, en Mignos ook. Dus hier ook eventjes de credits, niet dat ik hier inval. Patent, Rovnes, Grobilo, 1100 en Epicness NL, ook te vinden in Rovnes en Mignos. Hier beneden, ja, ik ga niet te uitgebreid over alles praten. Er zit allemaal TNT met wat lekkere kanonnetjes. Deze kunnen zogenaamd varen, deze gaan misschien nog in de seizoensfinale voorkomen. Spoilers. Dus de haven is gewoon super groot. Ik vind het wel nice hoe dit allemaal is uitgepakt. Het is nog niet af natuurlijk. We hebben nou ook een zeemuur dat we van elke kant zijn geprotect. Want zoals je laatst zag in de storyline, stond koning Meiner daar opeens. Omdat hij hier gewoon naar binnen kon varen. En dat willen wij natuurlijk niet meer. Dus die vuurtoren die moet ook verplaatst worden. En ja, de zeemuur, daar moet nog een grote poort in. Zodat de SS Myrdania ook daadwerkelijk weg kan. Eens even kijken. Daar, ja, random in Myrdania hebben we gewoon random torentjes. Daar kan je ook in. En dan kan je gewoon mooi archen. Daar hebben we de main tower. Nou ja, eigenlijk niet meer. We hebben geen main tower meer. Dit is niet meer de main tower. Het is nou gewoon iets anders. Maar wat ik nou als eerste eventjes zo wil laten zien. Ik knip het er dan wel uit. Dat is de kerk van Myrdania die nog niet af is. Hier hebben we een huisje van Zero Aimer, oftewel Mitch. Hier hebben we een huisje dat ik heb gemaakt dat nog niet af is. Hier hebben we de Enchanting Room. Hier hebben we een huisje dat eerst van TuneNL was. Maar nu van iemand anders. Maar dat weet ik even niet meer. Hier hebben we het huisje van Confused Ninja. Ik ga er eventjes snel doorheen, niet dat het een aflevering van 20 minuten, want daar heb ik dus geen zin in. Het huisje van Mr. Timmy, ook verder niet echt veel speciaals, hij heeft er wel een mooie toren bij gebouwd. Hier hebben we het huisje van Divine Shots, kennen jullie wel waarschijnlijk van de Stronghold video. Daarboven is het kasteel, daar heb ik al eens een rondleiding door gedaan, dus daar ga ik dan ook niet verder op in. Daarboven hebben we de mijn, ik ben er net vanaf geflikkerd, dus ja. Hier het weggetje naar de mijn, daarboven het kasteel. Daar is niks aan veranderd, dus daar ga ik verder ook niet heen. Dit is het huisje van Host Migration NL, oftewel het bloedvolk. Maar hij zit hier ook gewoon als ons persoon, maar hier is hij geen bloedvolk. Deze laat staan, AUB. Dit was eigenlijk de eerste boom die ik had laten groeien in Myrdania. Dus ja, hier kan je naar boven naar het kasteel. Hier staat de main tower, daar op het kasteel staat nog een hogere toren eigenlijk. En daar loopt Mitch. Yo Mitch, yo, kan ik je maar slaan, maar dat lukt me niet vanaf hier. Dus ik ga nou over het bruggetje, ga ik daar eventjes heen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik nou bedoel met de kerk. Je kan hem misschien zo al op de map zien. Daar zie je ook al de uitleidingen van de muur, hoe hij helemaal om Myrdania heen gaat lopen. We hebben nou een beetje de stad, maar we hebben nog niet echt precies de defensie. Dus daar zijn we nou aan het werken. Zoals jullie wisten was het oude Myrdania in de Sand, zoals de meeste van jullie weten. Dat was gewoon echt puur verdediging. Er was verder niks anders dan verdediging. Maar goed, ik ga hier eventjes heen naar ons brugje. Je ziet het daar al een beetje op de minimap komen. Mijn trots waar ik de afgelopen dag aan bezig, niet flikkeren, waar ik de afgelopen dag aan bezig ben geweest. Ja, hier. In de storyline weten mensen het niet, maar hieronder zit de koningszaal van Myrdania. Het is een huge gevaarte wat hieronder zit. Er zit Obsidian onder. Dat is een huge gevaarte. Maar ik laat dit ding even renderen, dan ben ik zo terug. Dus ik heb even mijn fly aangezet. Dit wordt de kerk van Myrdania of misschien wel de tweede of derde koningszaal. Hier hebben we een mooie gouden koepel. En hierboven hebben we de main kerktoren. Hier zitten ook klokken op die eigenlijk helemaal niet werken. Maar het is gewoon voor de mooigheid.
En hierboven ergens hangt ook een klok. Dit heb ik allemaal zelf gemaakt. Ik ben er fucking trots op. En hier hangt gewoon een fucking mooie klok. En hierboven natuurlijk een kruis. Het is nog lang niet af natuurlijk. Ja, laat ik er gewoon eens overheen vliegen. Ik heb speed 1 aan. Dat ben ik niet meer gewend eigenlijk. Je ziet daar ook de lijnen van mijn muur zie je daar lopen. Dus ja, dit is hier het Myrdanië. Hier hebben we een beetje onze val. Want als mensen hierin lopen kunnen ze eigenlijk niet meer weg. Want die poort die kan dan dicht. Daar zie ik Bert lopen volgens mij. En hier hebben we de tweede. Ja, eigenlijk het tweede ontwerp van de muur. Volgens mij lijkt de server. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. De server is even uitgevallen om een of andere rare manier. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. Een beetje een andere Kingdom aflevering als normaal. Maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Volgende keer weer een storyline. Dus hopelijk tot snel. En mensen, ik zie jullie de volgende keer. Later.